Het was vrijdag, 25 april. Ik had gewerkt, ik had gegeten, ik wou naar mijn vader gaan. Ik stopte om mijn muziek aan te zetten bij de Apotheek West. Ik zie daar een jongen aan de zijkant stoppen, aan de andere kant van de weg. Nou, en ik wilde wegrijden en hij gaf me in één keer een enorme klap. De jongen heeft 2 dagen in het ziekenhuis gelegen. Zijn kaak was op 2 plaatsen gebroken. Hij had een gescheurde lip en 3 tanden waren uit zijn mond geslagen, waarvan 1 verbrijzeld. Het gebeurde in Den Bosch op vrijdagavond 25 april rond 9 uur. De jongen is onderweg met zijn scooter en stopt even in de Copernicuslaan. Hij wil wat muziek opzetten. Iets eerder heeft hij in de tunnel onder het spoor een andere scooter ingehaald, met daarop een bestuurder en achterop een meisje. Allebei zo'n 16, 17 jaar. Ik haalde hem in en toen zag ik hem kijken, die jongen. Had ik in mijn ooghoeken gezien dat hij allemaal heel snel naar mij keek. Toen de jongen hier stopte, kwam ook de scooter met de jongen en het meisje weer voorbij rijden. De verwondingen waren zo ernstig dat we denken dat hij met een hard voorwerp is geslagen. Misschien wel een boksbeugel. Heel mijn onderkaak was gescheurd en ze wou mijn tand trekken. En heel mijn onderkaak die kwam helemaal mee naar boven. Ze zat helemaal los. Ik heb 3 weken vloeibaar moeten eten. Ja, en mijn lip is ook voor de helft gevoelloos. De scooter waar de dader en het meisje op reden was een zwarte Peugeot Speedfight 3 van het type Darkside met oranje accenten. De dader is een blanke jongen van een jaar of 16, 17. Hij droeg een zwart Nike pitje, een zwarte lange jas met een hoge kraag en zwarte Nike schoenen. Het meisje dat achterop zat heeft lang blond haar en droeg een roze jasje. Ik vind je een hele stoere jongen. Dat je mij een klap hebt gegeven met een boksbeugel, dan moet je ook zo stoer zijn om je eigen zelf aan te geven bij de politie. Wie weet meer over de jongen en het blonde meisje op de scooter? De zwarte Peugeot Speedfight 3. Ook een speciale oproep aan de 2 mannen die de jongen vlak na de mishandeling hebben geholpen. Neemt u alstublieft contact op. U bent een hele belangrijke getuige. Iedereen die meer weet of die misschien iets heeft gezien, bel met de gratis tiplijn op 0800 60 70. Anoniem tippen kan ook 0800 7000.